zijn mensen die in het veld, maar ook in de verschillende organisaties actief bezig zijn, toch? En ja, namens meneer Koen Bihari, toch? Die is ook van Waukasi. Humphrey Eendracht, die is bezig met sportzaken. Irwin Holban, Leni Harderwijk, Doorson, Wirin Megu, weet je, een doofe. Soraya Abdulhak, Angelo Mercure, en zo kunnen we doorgaan. Dus het zijn mensen die zoveel mogelijk het veld kennen, problemen in de velden, immers, ze kennen die actiepunten. En vandaar dat zij door de president zijn betrokken om die actiepunten te blijven te gaan implementeren. Laat me dit direct zeggen hoor. Want er was een verwarring tussen, ten aanzien van een platform dat laatstelijk heeft vergaderd. En waar in de pers ook heel wat vragen zijn gesteld. Laat me dit zeggen. Waukasi had acties gevoerd. Ze hebben aandacht gevraagd voor hun problemen. En de president heeft ze toen, nadat ze hier voorin waren, toch, hebben ze toen ontvangen. Een paar dagen daarna. Maar daarna kwam een hele lawine, kan je zeggen, van vragen, van telefoon. Zij willen, andere organisaties willen ook betrokken worden, gehoord worden. En je begrijpt dat de president niet allemaal weer individueel kan ontvangen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een team van clusterministers samengesteld. Sociale zaken, arbeid, weet je, van volksgezondheid. En toen heeft hij gezegd van luister, gaan jullie er tegenaan? Ik was er ook vanuit het kabinet. En we hebben toen een groep 50 mensen, vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd. Driekwart van ze waren in het perscentrum. En we hebben toen vergaderd. En we hebben hun problemen aangehoord. Maar ook zij die nog hun problemen niet hebben doorgespeeld, die mogen het nog gaan mailen. En het is de bedoeling dat dan van deze 50 organisaties, de eigenlijk nadat we de problemen hebben binnengehad helemaal, ministerie van Sociale Zaken coördineert dat gedeelte van platform. Ik coördineer dat van wat vandaag is gebeurd, de monitoringgroep hier vanuit het kabinet. En zij moeten dan gaan clusteren op basis van de soort beperking. Dus doven bijvoorbeeld, mensen die gehoorstoornissen, die krijgen dan, die worden geclusterd en er komen focal points, 2 of 3 focal points die dan worden voorgedragen. En zo heb je dan bijvoorbeeld een, laten we zeggen, 7 soorten beperkingen. Ik geef maar een voorbeeld. En daar komen ongeveer 14 mensen die zitting zullen nemen op basis van 2 per soort beperking, die zitten dan in die platform. Dus de platform die gaat door. Is een duidelijkheid wat ik wil brengen. Vandaag is niet de platform geïnstalleerd door de president. Vandaag is de monitoringteam die de eerdere actiepunten had geconcipieerd
van de eerste werkgroep. Dus vandaag is gewoon, je kan zeggen, een verlenging van die werkgroep met een andere bemensing heeft plaatsgevonden hier. Dit is het SEC-kabinet onder leiding van de voorzitter, dat ben ik. En iemand van sociale zaken is ondervoorzitter, omdat sociale zaken de meeste dingen hebben. De meeste raakvlakken hebben met de doelgroep. En dan worden wij gefoudiceerd door de gevormde platform die dan gecoördineerd wordt door de clusterministers. Ziet u de voordeel daarvan? We worden gefoudiceerd uit het veld. 50 organisaties die hun problemen gaan opgeven, van die mensen opvangen en begeleiden en voeden, et cetera. Ziet u? Dus vandaar dat zij ons gaan voeden, maar ook hebben we gelijk clusterministers, die dan gelijk aangesproken worden. Maar minister, u coördineert dat. Dus u moet met de oplossingsmodellen vanuit de regering komen. Dus wat wij doen, nogmaals, is vandaag wat is gebeurd, is monitoringteam van die problemen die al in actiepunten zijn vervat, 11, door de eerdere organisatie, door de eerdere werkgroep, en wat we van de platform zullen krijgen.